Hallo, ik ben Martijn. Ik ben monteur bij Groep Perenboom en vandaag ga ik jullie iets vertellen over onderhoud aan voorvork of achterdemper. Nou, waarom vorkonderhoud? Omdat het eigenlijk heel erg belangrijk is dat de vork en de achterdemper wel goed onderhouden worden. De voorvorken zijn eigenlijk best wel duur. Ja, dat loopt heel erg in prijs op en het is jammer als ze niet onderhouden worden. Zeker omdat het dan allemaal stuk loopt, niet meer functioneert en een nieuwe vork is gewoon heel erg duur. Bij de voorvork hebben wij twee beurten. Een grote en een kleine. Bij de kleine beurt demonteren wij de onderpoten van de vork. Daar vervangen wij de O-ringen bovenin, onderin en de bushings. Om ervoor te zorgen dat de vork in ideale conditie blijft. Vervolgens pakken wij ook de luchtkamer. Die schroeven we los. Daarmee halen we de oude olie eruit. Dat is de smeerolie. Stoppen we de nieuwe olie in. Wordt die netjes weer op druk gebracht. Controleren we op slijtageonderdelen, eventuele speling en eventuele andere defecten. Vervolgens wordt die echt heel goed getest en weer in de fiets gebouwd. Bij de grote beurt, bij de verende voorvork, gaan we niet alleen kijken naar de onderpoten, maar ook de bovenpoten. Vervolgens worden eerst de onderpoten gedemonteerd. Alle O-ringen worden vervangen. Vervolgens gaan we naar de bovenzijde. Halen we de lockoutzijde los, de reboundzijde. Controleren alle O-ringen, slijtagedelen, speling. En gaan we ook kijken naar eventuele defecten wat zich in de vork bevindt. Bijvoorbeeld een klacht van de klant. Vervolgens wordt het weer helemaal opnieuw opgebouwd. Nieuwe onderdelen, nieuwe olie. Vervolgens stoppen we er fatsoenlijk lucht in en gaan we hem testen. Controleren alle instellingen, eventuele spelingen die erop zitten. En bouwen we hem weer in de fiets. Nou, voor de voorvork hebben wij twee beurten. En voor de achterdemper hebben wij één beurt. Dat is de grote. Wat doen we nou bij die achterdemper? We halen de demper uit de fiets. Dus we demonteren hem van het frame. Daarmee halen we de demper los. We zorgen er in ieder geval voor dat alle O-ringen, olie, daarin vervangen wordt. Waardoor je weer een goede, optimale conditie rijdt. Je lockout gewoon weer werkt. Je rebound weer werkt. En we dichten hem weer af. Vervolgens wordt hij netjes in de fiets gebouwd. En ja, kun je er gewoon weer mee blijven rijden. Wil je precies weten wat de onderhoudsbeurten inhouden of wil je een afspraak maken? Klik dan op het linkje onder de video. Vond je deze video leuk? Klik dan op like en abonneer je op ons kanaal. Dan hoef je nooit meer een video te missen. Bekijk ook onze Facebookpagina en onze website.